ik noem het een beetje de ontmoeting met de geschiedenis, omdat in 1901, toen Frits overleed, hij woonde hiernaast in het Hof van Arenberg, het stadspaleis waar de familie Maier resideerde. Maar het is ook het huis waar Frits zijn brieven schreef, nadacht over zijn collectievorming. En wanneer hij dan in 1901 plotseling overlijdt, is het eigenlijk de moeder, Henriet, die beslist om naast dat Hof van Arenberg een huis te bouwen, speciaal bedoeld om die collectie van Frits, die hij verzamelde in de laatste 10 jaar, om die daarin onder te brengen. En die twee, die waren op een bepaald ogenblik één en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was eigenlijk een site. Maar doorheen de tijden zijn er dan delen van het huis verkocht en overerving in allerlei toestanden. En dat maakt dat dan die twee uit elkaar zijn gegroeid. En nu is er die geweldige opportuniteit ontstaan dat we terug ontmoeting hebben met die geschiedenis, terug kunnen gaan naar de toestand van ongeveer rond 1904. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Museum Maier van den Berg zal dan toch geen klein museumpje meer zijn? Nee, we verdubbelen iets meer in oppervlakte. Maar nogmaals, het is eigenlijk vergelijkbaar met de situatie van 1904. Alleen is het zo dat het hotel, dat we daar nu ook een aantal publieksfuncties in steken, een educatieve ruimte, een receptieve ruimte. Er komt een hele binnenplaats die er vroeger was, die eigenlijk nu totaal niet meer zichtbaar is, omdat het zo verbouwd is geweest. Dus we krijgen wel meer, een bezoeker krijgt meer lucht, meer licht, meer ruimte. Maar ook de collectiestukken zullen nog beter kunnen ademen, gelijk dat ze dat nu eigenlijk kunnen doen. Als architect staat u eigenlijk wel voor een, denk ik, moeilijke opgave. Ja, dit is geen sinecure. Dit is een bijzondere opgave waarin historie en een doorkijkje naar de nieuwe tijd eigenlijk samen hand in hand moeten gaan. En dit is echt een museum, een verhalenhuis, waarbij ieder object zijn eigen achtergrond heeft en zijn eigen reden van bestaan. En dat zal allemaal doorheen het concept moeten gaan passeren. En het is geen sinecure, want je moet een volledig gewoon huis integreren in het museum. Absoluut. Het doet zich eigenlijk nu een fantastische opportuniteit voor, waarbij het museum weer wordt herenigd met het voormalige huis van Henriet en Frits. Dat is vanaf het initiële bouw is dat altijd zo geweest. En van lieverlee is dat stadspaleis, ik verwoord het tot bankgebouw, een districtshuis. En nu is er dan het moment aangekomen dat het teruggekocht kan worden. En dat het dus ook museologisch weer naast elkaar kan worden gezet. Dus de toekomstige bezoekers die zullen straks al zigzaggend door het museum en door het stadspaleis heen kunnen bewegen. Eigenlijk een hele mooie toekomstige stap naar voren die terugkijkt naar hoe het was geweest. En er komt bovendien ook nog een extra binnenplaats bij. Ja, absoluut. De binnenplaats is nu eigenlijk volledig dichtgezet. Hier zat het voormalige de lokettenzaal van het districtshuis. Dat zal dadelijk allemaal worden ontpit. En er zal ook een bescheiden uitbreiding worden gerealiseerd. Zodat je straks eigenlijk rondom een binnenplaats kunt lopen. En eigenlijk altijd ook contact hebt met buiten. Voor concrete plannen is het nog te vroeg. Maar binnen welke tijdspannen moet dit gerealiseerd worden? Ik denk dat we na de zomervakantie echt de tanden erin in het project kunnen gaan zetten. We hebben nu een fase gehad van allerlei vooronderzoeken. Constructief, bouwvisies, maar ook wat het bouwkundig onderhoud precies gaat vergen. Na de zomervakantie dan zal het toch zeker een jaar, anderhalf jaar gaan duren. Vooraleer de plannen echt definitief in de verf gezet worden.